de eerste zege in de Jupiler League. En 4-2 in Garcia. Met, wat een misser daar van doelman Nicolai. Ja, Lijfie! Kom op, wat doelman! 7-2, thuis in eigen huis gewoon, 7-2. Je bent wel door, niet? Je moet het 90 minuten volhouden. Fysiek op en neer. Ja! Over 2 maanden ben je van af. Succes met de andere trainers dan. Maar voor mij kan je zeggen dat ik jullie niet achter je kont heb aangezet. Moet hij die ballen daar dan? Je moet je iedere keer weer focussen, opladen, opnieuw en iedere keer weer. Dan kan je een verrassing worden. En dat zou het mooiste zijn wat er is. Jullie ook kunnen verrassen in de Jupiler League. Nou, daar zijn we ongelooflijk trots. Maar dat kost bloed, zweet en tranen. Ja, zo hoog mogelijk eindigen. Dat is een streven. Maar als je in het rechte rijtje komt te staan, is ook niet erg. Uiteindelijk is maar één doel heel belangrijk. En dat is spelers ontwikkelen, heel snel beter maken. Zodat ook weer vanuit deze groep jongens volgend jaar kunnen aansluiten bij de A-selectie. Wat de fuck is hier gebeurd? Hey, ja, zie je? Heb ik. Ja, ga door. Kijk naar elkaar. Dan krijg je ook geen blinde ballen. Hey, Piet. Ja, kijk er. Ja, kijk er. Ja, kijk. Voetballen daar. En dan gelijk je visitekaartje afgeven. Jong AZ dat vorig seizoen zo geweldig speelde in de tweede divisie. En wil voort op die weg in de Jupiler League. Daar de actie voor Druif. Druif geeft mee. Helmer? Nee, en dan wel uiteindelijk. Abdel Malek El Hastawi. Goed overzicht. Jacobs. Helmer. Helmer draait, keert, nog een keer en dan... Overtreding van Vossenbelt, zegt scheidsrechter Oostrom. En dus strafschop voor Jong AZ. En mag Helmer ook de strafschop nemen en doet dat onberispelijk. Jong AZ op voorsprong. In Den Bosch 1-2 de tussenstand in het voordeel voor de ploeg van Martin Haar. Ferdi Druif, combinatie met Helmer, maakt hij het af? Nee, Heemskerk. En dan een koud kunstje voor de invaller Einarsson. Hij met de 1-3 voor Jong AZ. Victor Karel Einarsson. En Martin Haar is met zijn ploeg op weg naar de eerste zege in de Jupiler League. Jong AZ verslaat Den Bosch met 1-3. Ja. Je moet het maar doen, hè? Weet je het? Je moet het toch maar doen. Zo is het. Alles is maar normaal, maar dat is het niet. Nee, eens. Dat is het echt niet. Nee. Die jongens van 19, 20, 21. Snelheid, balsnelheid. Hij moet snelheid hebben.
Lekker gedaan. Kijk, dat is schakelen. Dat heb je nodig morgen. Hup. Wat hebben we nou gehoord van de jongens die... zoals Foeikan, mag hij in de duels? Mag Kangdorp, mag niet in de duels? Nee, die gaan eruit. Die gaan er wel uit? Ja. Dus die zijn die 6 tegen 6 zijn ze er niet bij. Ah, ik verwacht dat we toch wel ontstaan houden. We merken nu al dat het een mooie, ja, mooie stap is in een nog vroege carrière. Om al te spelen op eerste divisieniveau. En ja, zo denk ik ook dat de afstand naar het eerste team, naar de spelers van 1, dat die alleen maar kleiner wordt. Denk aan je aannames! Hé, hey, je hebt geen tijd! Handelen! Er is zo vaak gebeurd dat het, ja, Jeremy terugkomt en dan die linksbuitenpositie. Wat bedoel je? Wat bedoel je als? Ja, dat... of het vaak gaat gebeuren? Ja, maar Jerry kan ook op een andere positie. Maar het maakt niet uit, jij kan toch ook op meerdere posities? Ja, ja, dat klopt. Dat weten wij. Ja, het gaat erom dat je... Ik zou het gewoon een beetje jammer vinden als ik gewoon hard aan werk ben. En dan, ja, dat komt niet door mij alleen doordat de speler van 1 moet spelen. En dan mag ik niet. Ja, dit is wel... dat is wel hoe dat vaak zal gaan gebeuren natuurlijk dit seizoen. Ja. Dat er veel jongens van 1 terugkomen, ligt aan welke positie. Ja, we willen hem binnenboord houden en ja, dat, als de wedstrijd erom vraagt, willen we hem gewoon inzetten en dat hij het gewoon hartstikke goed doet. Jong AZ won vorige week de eerste wedstrijd uit bij FC Den Bosch. Goedje, goedje, blijven hoor. Ready! Erbij, Jay! Voor het eerst dus Jong AZ in Weidewormer op het trainingscomplex. Vroeg die vorig jaar zo'n mooi kampioen werd van de tweede divisie. En vorige week won en nu snel op voorsprong. El Hasnoui. Dat is natuurlijk de meest ervaren speler in het geheel. Kijk eens, wat een prachtige bal op Helmer. Verantwoordelijk was Jacobs en Helmer maakt alweer zijn tweede van het seizoen. Het lijkt een doelpuntenfestijn te worden. Hier! Koopmeiners. Ook weer proberen. Ja, het is schieten voor een kwartje, zo lijkt het. Het einde van de wedstrijd nadert. En heeft de RKC nog een beetje puf in het lichaam om nog iets te doen. Hier! Hey, kijk! Don't give him time to pass the ball! Press him! Go on, son! En deze is makkelijk voor Olij, de doelman van Jong AZ. Dat is de tweede overwinning op Rijboek. Landsaat en Haar kunnen tevreden zijn. Het eindigt in 2-1 voor AZ. Doe een goed bal. Yes. Klasse jongens. Goed. Lekker boys. Fortuna en Jong AZ zijn aan elkaar gewaagd. Beide ploegen uit 5 wedstrijden 10 punten behaald. Daar balverlies bij Levi Garcia. En dan kan Semedo op avontuur. Stokkers, Stokkers, redding Olij. Maar dan Dianessi. 11e minuut en Djibril Dianessi met de 1-0. Dianessi. En dat is zijn tweede. Tokkers. En wel voor de voeten van Semedo. 3-1 voor Fortuna. Fortuna met Schuurs. Schuurs. Door een wand van benen. 4-1 voor Fortuna. En dan... de 5-1. Fortuna wint met grote cijfers van Jong AZ. Het wordt maar liefst 5-1 in Limburg. Martin, wat is er vorige week vrijdag gebeurd in Sittard? Ja, dat heeft me de hele week achtervolgd. En ik hoop de jongens ook. Dat was een nederlaag, 5-1, die in de laatste 17, 15, 14 maanden niet meer is voorgekomen.
En verliezen kan altijd. Gaat alleen de manier waarop. Het was op een manier van, dat vond ik niet des AZ. En als dan jongens maandag alweer met een glimlach rondlopen, dan denk ik, ja, waar zijn jullie mee bezig? Maar uiteindelijk selecteert zichzelf uit. Hoe bedoel je dat? Nou, als je niet die mentaliteit kan brengen en niet jezelf kan aanleren dat je heel vervelend bent of heel grappig bent alweer na 2 dagen na een nederlaag, ja, dat hoort niet in profvoetbal thuis. FC Eindhoven won dit seizoen maar 1 keer, maar blijft vertrouwen houden in zijn basis. Dit is Mart Lieder, die dat vertrouwen niet beschaamt, want het is na 3 minuten de 1-0 voor FC Eindhoven, die daar op het scorebord komt. Ja, Bakker! Hey! En dan is het de ploeg van Jong AZ, Reinders, Levi Garcia. En dan is het in de 7e minuut alweer gelijk. Horsten weer voor Eindhoven, het golft heen en weer met Lieder. Daar is Horsten. Was al een keer gevaarlijk. Nu het overzicht. Lieder, dit doet hij voortreffelijk. Met het linkervoetje de verre hoek zoeken achter Olij. Dat is een hele slimme goal van die spits van Eindhoven. Toppers. De wind, hè? Als ze de bal trappen, die waait gewoon weg. Ja, maar dat kut weer. Je hebt toch een groot hoofd. Je zit veel met je hoofd bij die wedstrijd al. Tegen je zoon. De wedstrijd van morgen die staat meer in het teken van vader tegen zoon dan het sportieve gedeelte om van PSV te winnen. Ik ga hem vanavond een cadeau geven. Maar morgen niet. Stop nou eens. Lijkt wel een kleuterklas en een niveau van... Dat speltje moet eruit. Als je traint, moet je gewoon je spullen, je materialen, boem, boem en door. En daarna moet je spel zijn. Je kan toch ook niet spels in de wedstrijd zijn? Daar zijn we al 2 keer geweest. 7 tegen en 2 voor. Morgen weer spels. Een pikante wedstrijd tussen de vader Martin Haar en de zoon Dennis Haar. Hij de coach van Jong PSV en Martin Haar is de coach van Jong AZ. Reinders, de centrale middenvelder. Goede paas op Freddy Friday. Friday, en die maakt dat keurig af, zeg. In de 36e minuut zet hij de 0-1 op het scorebord. Blijf lopen, Matthijs. Vooruit! Panten! Kramer. Op die Gianni Reinders. Daar is hij weer. Daar is het paasje weer. Daar is het Friday. En weer maakt hij het af. Heel eenvoudig. Freddy Friday met zijn 2e van de avond. Dennis Haar verliest van zijn vader Martin Haar. En of dat ooit nog goed komt, dat zullen we later wel horen. Meis. Meintje in het broekzak. Oh, wow, wow, wow. Wat dan, man? Hey. Wat dan, Fred? Wat dan, Sam? Nou, de heren Haar tegen Haar. Voor de buitenwacht van het journaal is het al een dingetje. Hoe was het voor jullie? Ja, het was een wedstrijd zoals zoveel. Alleen met één bijzonderheid, dat je zoon aan de andere kant staat te coachen. Ik had de voorbereiding mocht ik meedoen met het eerste van PEC Zwolle.
En ja, dat verliep goed. Dus mocht ik aansluiten bij het eerste team. Alleen PEC Zwolle had me geen contract aangeboden. Dus was ik voor een kleine opleidingsvergoeding kon ik zo opgehaald worden door AZ. Fuck off, bro. Ik ben benieuwd wat we vandaag weer gaan doen, man. Rustig toch? Ja. Ik hoop wel weer afwerken en zo. Ik had weer een avontuur in de Albert Heijn, man. Ik wist weer niet wat ik moest halen. rijst met kip, man. En groenten. Simpel. Ja. Ik wil naar de gat, klaar. Morgen. AZ is de perfecte leerschool om je door te ontwikkelen als voetballer. En daarnaast had mijn vader Etienne Rijn ook nog gesproken. En die zei ook van, je moet blind voor AZ gaan. En ik denk dat ik hier nog sneller mijn doelen kan behalen dan dat ik als ik bij PEC Zwolle had gebleven. Ik neem je schatten. Ja, Jim. Was het? Ja, lekker. Deze is dat. Ja, we zijn vooral wel best wel wisselvallig de afgelopen wedstrijd. We krijgen veel tegendoelpunten tegen, wat echt totaal niet nodig is. En daarnaast killen we ook niet echt voor het doel van de tegenpartij. Dus dat is wel echt zonde. Je rug houdt stil. Alleen je armen bewegen. Erbij! Als iemand je goed. Martin Haar is, ja, is een hele directe man. Die ja, gewoon van de oude stempel, die zegt waar het op staat, draait er niks omheen en houdt je ook echt scherp. Dus ja, ik ben wel blij met Martin Haar als trainer. Dus dan kan je dat ding vergeten. Die moet je iedere dag in doen. Ja, waarom vergeet je dat? Ik was er niet gewend dat een trainer zo. Zo tekeer kon gaan, zeg maar. Twee onderscheppingen. Rust. Ja, die is uit. Lekker, Joe. Ballen hier. Hey, laat hem de cloud checken. Naar de jongens toe van ja, dat nog beter moet, nog scherper. En ja, dat was voor mij wel even van, oké, ja, zo gaat het dan eigenlijk in de top eraan toe. Dus ja, dat was wel mooi. Niet anoniem spelen. Nee, dat was vooral tegen Helmersport zo. Ja. Dat had ik tegen bijvoorbeeld PSV totaal weer niet. Tegen PSV niet, heb je twee geweldige assisten. Uiteindelijk hebben we je gehaald. Omdat je talentvol bent en dat je daar moet gaan spelen. Dus in het aanvallen, in het omschakelen, in het persoonlijke duelleren, in het koppen. Daar moet je nog ja, en extra dingen doen. Mijn persoonlijke doel is om dit seizoen mijn debuut te maken in AZ1. Goedemorgen. Hey Paul. Doei, morgen. Morgen, jongen. Als je dit zo ziet, wat is nou het. Weet je, dan valt het meest op. Dit is je middenveld. Ik heb een heleboel arbeid. Maar, hebben wij van één nog iemand erbij? Leef je op dan? Ja, leef je zo. Heel kort. Kort en fel. Ja. 6 minuutjes. Kort en fel met die pionnen, dat ze binnen die pionnen moeten blijven. Dit is die spits die waarschijnlijk gaat spelen van Utrecht, de Kogel. En dit is Hendrik. Oh, Leon. Dit is die buitenspeler. En wij hebben een meisje hier in de driehoek. Tim Hulscher. Hulscher. Ja, Hulscher en. Dat maakt niet uit. Tuurlijk kan je 8-8 spelen. Dat is heel goed wat je neerzet. Maar daar ligt de sleutel van morgen hoor. In de opbouw. En natuurlijk hebben we het gisteren getraind. Maar je vindt niet dat we het nog even moeten tunen. En jij wilde het ja. Gelijk onder weerstand? Nee, want we doen het in schabloon. Dan zetten we het gewoon neer. Maar dit, dat is Eagles. De 4 voorwaartsen, de 2 spitsen, die naast elkaar en achter elkaar gaan. Ja. Maar je mag het doen zoals je zelf wil, hè? Maakt het me niet uit hoor. Ik zeg niet dat dat de evangelie is. Nee, maar omdat je zegt, ja, schabloon, we doen wel vaak een schabloon, dan kun je gewoon die anderen mee laten doen. Kom boys, met z'n allen. Oké, laatste training voor de wedstrijd tegen de Eagles. Nou, Tijani gaat het niet halen. En Freddy is op de weg terug.
ook niet. Ik verwacht toch een, tussen de 8.000 en 10.000 mensen die achter hun ploeg staan. En daarom staat Go Ahead Eagles bekend. Steun van de achterban. Maar het kan ook zo zijn als je ze stil speelt, dat je de overhand hebt. ...90 minuten volhouden. Fysiek op en neer. En de laatste 8, 9 minuten... ...ook misschien door de reeks die we daarvoor hadden... ...zie je er een paar wegglippen. Dat heeft te maken misschien met de vierde wedstrijd in 12 dagen. En de jongens van de A-selectie... ...moeten gewoon datgene brengen wat gevraagd wordt. En daarbij komt Ilias... uit een programma, dus die moet de ritme opdoen. Fred maakt weer een goal, wel dan Fred. 200% rendement, weer gescoord. Owen, gaan terug, 90 minuten. Debny, gaan terug, 90 minuten. Oké, en dan zijn dan de assistenten van de EI, zijn daar om dat te beoordelen. Doodzonde, want je beloont jezelf niet. Maar goed. Het zij zo. Maar je weet waar je moet werken. En dan gaan de schepje boven op. Om uiteindelijk je level te halen. Hoe groot zijn die afstanden dan nog? En dan moet je dus kiezen dat je dus met je kont tegen de 16 gaat staan. Nee, je staat gewoon... In dit blok. Het gaat niet om dat ik me gelijk wil halen. Integendeel. Ik probeer alleen duidelijk te maken. Wat voor gevaar is hier als Ajax hier de bal heeft? Nu is het ja, dit is hoge druk wat je doet. Nee. Ja, natuurlijk. Dit is hoge druk. Want nu ga je ruimte afgeven voor lopende mensen. Door eerder druk te zetten. Ja, maar dan geef je toch ruimte af. Dan geef je toch ook ruimte af. Dan moet je toch dit spelen. Ja, maar dan pak je hem toch hier aan. Ja. En dan van hier ligt hij hem erachter. Dus hij krijgt hem al, hij krijgt volle druk. Ja, maar Denny... Hij wil contra bewegen, die is niet te bereiken. Je gaat zo spelen, hè? Ik vind het prima, hoor. Echt. Ik wil alleen het verschil aangeven. Zij alleen maar gevaarlijk kunnen zijn met een lange bal. Ja. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Straks nog, in de training. Nee, maar dat gaat het niet, hoor. Dit is toch leuk? Ja. Je mag toch zo discussiëren? Zo moet je discussiëren. Mazraoui van afstand. Ja, wat een geweldige goal. Crazy. 2-0 voor Ajax. En, goede redding Alblas. En kans in AZ Helmer staat 1-2. Call me crazy. You can call me whatever you want. En Reinders
zorgt voor 2-2 in de 65e minuut. Cachera, de hand van Olij. Bijna zijn tweede vanavond. Goeie voorzet en daar is de 3-2. Daar is de 3-2. En 4-2. En Garcia beslist dit duel in het voordeel van Jong AZ. De manier waarop je de wedstrijd opgaat, de belangen, waarom ik daarvoor en mezelf spelen geweest, ik zie alles. En anders zie Danny je duik. Telefoontjes enzovoort enzovoort, we willen nou nu voor de wedstrijd gewoon weg, uit en focus op de wedstrijd. Doe dat nou niet, want ik heb geen zin om als politieagent te lopen. Stop dat ding gewoon om 7 uur weg. En dan focussen met elkaar. Nou, we hebben Casillas, Balassani, Olij. Morgen tegen de Graafschap ga je vast vertellen. Als je niet doet wat er gevraagd wordt, als je niet fel erop zit, als je niet met lef speelt, word je er weer afgepoetst. Want die staan niet laatste. Die hebben de drive om naar de Eredivisie te gaan. En dat wordt gevraagd. En ik heb tegen onze eigen jongens gezegd: owee als je verzaakt. Dat is gelukkig nog nooit voorgekomen van onze eigen groep. Als dat gebeurt, ga je eraf bij me. Ik wil dat niet. En als je denkt, nou, het komt wel weer, morgen, net voor de wedstrijd, dan ben je te laat. Terwijl jullie allemaal zo goed kunnen voetballen. Maar in de top wordt meer gevraagd dan alleen aan het balletje spelen. Dan moet je inhoud hebben, dan moet je duelleren. Dan moet je naar voren en naar achteren. Niet 90, 95 minuten. Nee. Justin, niet zo! Stop! Stop! Justin, bakken! Wat moet je wel eens zeggen, man? Zou u! Wat een onzin! Ja! Die hebben ze goed door. Die mandjes hadden jullie er toch in? Ja. Is dat geweldig? Ja. Dat doet het. De Suris in het elftal van de Superboer. En hier Jong AZ met Hoedemakers. Hoedemakers en Bednar. Het is toevallig Jong AZ. Hier Van der Herk tegen Bakker aan. En dan zegt scheidsrechter Van Herk, dat is een vrije trap. Olij maakt zich op. Van Michum. Van Michum, Olij laat los. En wat dan? Kijken naar de grensrechter. Die doet niets. Scheidsrechter doet niets. En dus krijgt Van Michum zijn goal niet. Nieuwpoort. Met, oh, wat een misser daar van doelman Nico Leij. Ja, het is bij Vlagen goed wat AZ laat zien. Hoedemakers kent Bednar het nog. En weer is die doelman de winnaar. De overwinning is binnen. Het is een nipte, maar je krijgt er ook 3 punten voor. We hebben zo'n druk programma gehad. Achter elkaar door te spelen. En breng je dit tegen de Graafschap. Waarin je minimaal gelijkwaardig of beter bent. En uiteindelijk doe je zelf tekort. Maar, en het gaat om winnen, maar ik ben wel trots op jullie. Ik ga niet met een klote gevoel nu de bus in. En dat had ik maandag wel. Tegen Volendam. En dat had ik dinsdag ook nog, en woensdag ook nog, en donderdag ook nog. Nu niet.
Nu heb je alles gegeven wat in je zat. Waar het om gaat is waar Danny en ik met name blij om zijn, dat die jongens een klein beetje kerels worden. Het was weer een leerzaam avondje voor ons. Ja, dat is mooi. Maar voor ons ook. Ja. Wie hebben jullie vonden wij? Volgende week Almere. Je moet inhoud hebben. Ja. Je moet 90 minuten kunnen gaan. Je moet nog goed kunnen vertellen. Ja. Anders haal je het niet. Anders haal je het niet. Nee, dat klopt. Je moet nog helemaal terug, jongen. Ik denk dat ik naar Friesland alleen. Geef ze 2 dagen vrij. Ik kan. Ik geef ze ook vrij. Maandag weer. Ik had van de vorige gezegd. Ja. Ik zei, jongens, ik ga er ook niet omheen. Nee, je krijgt geen 2 dagen. Ja, natuurlijk. Als je mag, als je mee bent. Ja. Ja, jongens. Dank je. Uiteindelijk, aan het einde liggen de bloemen. Voetbal is maar als je blijft hier bovenin, dan heb je de bak vol en dan een gat los. En dan heb ik kamp. Volgende week heb ik kamp. Kamp? Thuis? Die pak je. Hé? Die pak je. Nou, die pak je. Die gaan ook weer wat anders doen misschien. Nou, die denk ik 5-3-2 spelen. Die hebben nu gewonnen, hè? Die gaan 5-3-2 spelen. Ja? Ja. 5-3-2 spelen. Dat kan niet doen. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Hé, goed weekend, hè? Succes, ja. Nou, deze 18 hebben we toch? Of niet? Ik kan er niet meer van maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je komt op 20, man. Maar goed, deze lijst klopt. Dan loop ik even naar Hugo. Die heeft ze gezien tegen Zwolle. Golla. G-O. Dubbel L? Ja. Ah. Rechts of links? Rechts. Ook een rechtspoot? Ja. Kadioglu. Hoe schrijf je dat dan? K-A-D. K-A-D. I-O-G. I-O-G. L-U. Rechtspoot? Ja. Dat is een... Verdeiler, hè? Ja. Beetje spelverdeling. Ja, ik... Zo'n technisch vaderspelletje. Mm. Asjebar. Ja. A-C-H-A-H-Bar. Ze zitten vast bij een doeltrap. Ja. Klopt. 3 of 4 man's opbouw. Die Dijkstra komt dan een beetje tussen de... Hier ook. Ja. Dan komt hij een beetje naar binnen toe. Ja, en dan komt die back op. Ja. Ja, ja, ja. Klasse, Huug. 3-0. Haha. Doe je mee dan? Ja, ik wel. Zet ik je links buiten? Ik ga al even een bakje koffie op. Links buiten. Beetje hangend. Ja, hangend. Ja, of met een touwtje erop. Met een touwtje erom. Nou, kom wel overeen, Den. Wat wij hebben gezien en wat Hugo heeft gezien. Klopt precies. Oké, boys. We gaan. Laatste training. Voor de laatste competitie van de eerste helft van het seizoen. Nou, een paar jongens hebben NEC gezien tegen PEC Zwolle. De kwaliteit van de ploeg is dat ze en bovenaan staan. Fysiek, maar ook voetballend. 4-3, punt naar voren. Snel in de omschakeling, snelheid voorin. Want dit is eigenlijk een topploeg uit de Jupiler League. Moet je lang in de wedstrijd blijven. Het mag best een keer een beetje fel naar elkaar. Maar je moet het wel accepteren. Dat het met een goede bedoeling is. Wij willen een ploeg zien. Waarvan alles afstraalt. Dat ze er alles aan doen om deze wedstrijd te winnen. En dat gaat met discipline. Jongens en meisjes, uw applaus. Hartelijk welkom aan de elftal van Jong AZ NEC. Hey, Leifie! Kom op, ben je wat doen, man? Leifie, zoek je spits. Leen. Dit moet je niet doen. Dit moet je niet doen. Tussen twee man. Gewoon spelen anders. Als je bijna een goal maakt. Gewoon voetballen. Lankiel. En... Komt daar 1-0 aan? Het is 1-0. Jezus! Fucking hell! Man. Dat is een goalsteken. Dijkstra. En het is een fantastische goal. Atjebar met nummer 2. Larsson. En daar is wel de 3-0. Heinlot. Ha! 1-4.
Jongen, aannemen, spelen. Aannemen, schieten. En dan, dit is een van de betere dan in de Jupiler. Maar dit is onderlaag Eredivisie. En jullie moeten op het, naar het oosten. Nou, wat denk je wat je dan te wachten staat? Heerlijk balletje, Karioglu op Atjebar. Die vinden elkaar ook heel makkelijk. Dit is een fantastische goal. Maak het dan maar helemaal af. Ja, 1-6. En deze kan ook zomaar binnenvallen. En deze valt ook binnen. Zo wint NEC met ruime cijfers. Dik en dik verdiend van Jong AZ. 7-2. Thuis in eigen huis, boys. 7-2. Je bent wel door, Mick. Laat elkaar in de steek. Allemaal. Geen namen noemen, maar boys, laat elkaar in de steek. Mag niet gebeuren. Dit is ons elftal. Dit is geen één vanaf het eerste elftal. Geen één. Dit zijn allemaal waar we elke dag mee trainen, boys. Het kan toch niet boos zijn? Of niet altijd achteraf? Maar het kan niet. Het moet nu echt gaan beter gaan worden. Het tweede seizoenzelf moet echt stukken beter gaan dan dit hele eerste seizoenzelf. We kunnen er niet tegen elkaar zeggen dat vanaf het moment dat we wisten dat we niet konden degraderen, is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Met Ajax, daar gelaten. Maar dat kan toch niet? We hebben 41 doelpunten tegen in 18 wedstrijden. 19, sorry. Je moet hiervan leren. En de consequentie is wel, en dat heb ik van tevoren gezegd. Als je dat niet doet, boys, dan heb je een probleem. En Nick heeft het treffend gezegd. Gelukkig niet van Den en van mij, van Danny en van mij, maar nu een keer van de aanvoerder, of van onze aanvoerder. Waarop jullie zelfs beamen, ja, dat klopt, en hier hou ik van. Waarheid zeggen, accepteren, door. De eerste seizoenshelft zit erop, hoe blik je daarop terug? Met een hele goede start, daarna een paar keer ongelukken verloren. Maar met een laatste serie die 6 keer of 7 keer geen winst bracht. Nou, als je kijkt naar de ranglijst, dan doe je dat een beetje teleurstellend. Teleurstellend in het resultaat. Teleurstellend niet in het doorontwikkelen van spelers. Gezien het aantal spelers wat nu bij de A-selectie al traint en ook weer mee is gegaan naar Spanje. En wat is nou belangrijk? Is het belangrijker dat Jong AZ 3 punten pakt of dat de jonge gasten over het hekje gaan en meedoen met het eerste? Ja, ik zelf denk dat het belangrijk is dat je de 3 punten pakt. Dat je weet hoe je die moet pakken. En uiteindelijk zou je kans krijgen om over het hekje heen te komen of te mogen. En dat je daar je kunst mag laten zien. Dus het begint eigenlijk... Ja, met hoe je presteert in Jong AZ. Toespraak van Nick, hè, in de kleedkamer. Ik volg jullie nu een half jaar. Ik dacht bij mezelf, eindelijk iemand van die jonge gasten die zijn scheur opentrekt. Duurde lang. Het is natuurlijk hartstikke goed dat de aanvoerder dat doet. Maar dat is wel een ontwikkelpunt van deze groep. Leiders bewaken wat er gedaan moet worden om de wedstrijden te winnen. Het kon gewoon niet zo langer. We kregen te makkelijk tegen doelpunten. Het ging allemaal te makkelijk. En kijk, voor een speler nogmaals, doet het, is het wel kut. Alleen niet zo kut als voor een keeper. Kijk, ik ga 7 tegen doelpunten en ik ga naar huis toe. En ik lig tot 3-4 s'nachts in bed wakker om na te denken over die doelpunten. Ik vond het geweldig hoe Nick dat deed en zei. Er zat emotie in. Er zat een stuk teleurstelling in vlak na de wedstrijd. Maar uiteindelijk sloeg hij de spijker wel op zijn kop. Hij is een van de nieuwelingen en dit is een goede aanval van AZ. Mees Kaandorp. Korenjoek is snel, dat bewees hij al in de eerste helft. En hij scoort hier zijn eerste goal voor Jong AZ.
Reinders, Reinders nog altijd. En nu is dit echt een kans en een doelpunt ook voor Jong AZ. Druijf maakt zijn vierde van het seizoen. En hier is de kans voor 2-0. Oh, mooi binnengeschoten door Wijndal. Fraai doelpunt. En dan is het gedaan. En hebben we hier toch wel een verrassing te pakken in Noord-Holland. Op een koude maandagavond wint Jong AZ met 2-0 van de nummer 3 van de competitie. Onberispelijk vanaf 11 meter ingeschoten. En Jong AZ dus op een 1-0 voorsprong. De mogelijkheid voor, ja, wie anders dan Corneliu. Jong AZ wint met 3-1 van de Eindhoven van Nascimento. Ja, ja, baby's, ja, ja. Twee maanden bij Van Baf. Nee, over vier maanden. Succes met de andere trainers dan. Maar van mij kan je zeggen dat ik jullie niet achter je kont heb aangekomen. Dit is de openingsfase van de tweede helft. Mooie paas. En het wordt ook heel goed afgemaakt. De openingstreffer van Jamie Jacobs. En Jong AZ gaat door. Dit is Kaandorp. Tijani Reinders. Hier wordt niet opgelet. Reinders let wel op. En dan staat het 2-0. Gewonnen door Jong AZ. Ja, ja! Hé, jullie mannen! Is er? Goed, hè? Ik vind heel blij. Mee blijven doen voor de periode. Titel voor het bronzen stier. Is iets om voor te gaan, ja. Waarom niet? En zeker als je ziet op de manier waarop. We hebben nu 4 keer gewonnen, maar dat moet je ook weer vergeten, want vrijdag moet je weer. We houden van om controle te houden, geduld te houden, kijken naar het juiste moment. Maar hadden we het gevoel dat we de eerste helft, dat we ze gelijk al in de omschakeling konden pakken of niet? Was misschien die afstand voor die middenvelders misschien net iets te groot om er echt erachter te klappen. Mees, hoedemakers, die te veel bij de opbouw blijven bemoeien. Nee, ruimte maken voor Rens, voor de centrale verdediger, voor Vincent. Wegblijven, dan is die Gianni en Jamie ook al hoger op. Ja? Nou, en dan gaat het erom hoeveel ruimte krijg je. Misschien 2-1 over de zijkant of 3-2, wat je net zag. En misschien nog dat balletje erachter. Verdi aanspelen over de grond, mensen eronder. Maar dan gebeurt het wel 25 meter verderop. En als je dan de bal verliest en je zet druk, dan kun je nog eens door. En nu, eerst helft, was die afstand was te groot. Oké, boys. Dan gaan we naar buiten. Dan gaan we trainen. Hier wat, voorzet. Heel matig weggewerkt. Ja, de omstandigheden worden beroerder en beroerder. En het voetbal wordt daardoor ook wel weer leuker. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Wat een controle hier, zeg. En wat een prima doelpunt opnieuw van Jordi Thomassen. En eindelijk wint Roy Hendriksen weer eens met Helmond Sport. Een knap en verdiende 3-0 tegen Jong AZ. Ik vind dat ik gewoon heel weinig in de wedstrijd heb gedaan. Wel in de tweede helft. Oh, wauw, wat in de wedstrijd, wat heb je gedaan? Wat zeg je? Wat heb je gedaan? Wat heb je weinig gedaan? Gewoon weinig met de bal gedaan. En ik voelde me gewoon eigenlijk vanaf minuut 1 gewoon waardeloos daar. Ik voelde de sfeer in het team was gewoon niet aanwezig. En het voelde als we gewoon geen zin hadden. Ik zei, je komt niet lekker in de duel, dus je komt ook niet in je spel. Dat je aan het gaan bent, dat je ook, weet je, wat je ook vaak zegt, dat je succesmomenten hebt met z'n allen. Ja. En dat hadden we bijna niet, dus dat bleef maar steeds uit. Maar wie moet je eigenlijk in de gaten houden? Ja, Victor en Mees. Victor en Mees, ja. En Victor, wie moet jij in de gaten houden? Kai en... ja, Kai en dan Jamie. Kai en Jamie, want die Gianni die staat erachter. Ja. Ja? Is dit dan het juiste moment om druk vooruit te geven? Nee. Nee, geduld houden. Bewaken van wat er wel en wat er niet goed gaat. Dan kunnen we dat zelf in de wedstrijd het zelf bepalen wanneer we dat om kunnen turnen. En niet op goed geluk, oh ja, we scoren een keer en ja.
Yes? Ja. Oké, mannen. Ja, boys. Als jullie die goede beelden nog een keer nodig hebben, gewoon wel. Zijn er wel goede beelden van die beste? Ja. Jij hebt wel wat meer dan ik, denk het niet. Denk ik dan. Oh ja. Bewaak dit nou. Ja. Oké. Okay. Thanks. Yo. Succes, James. Kai geplaceerd, en Freddy, en Gianni, en Vincent. Dus dan moeten we wel jongens van andere teams erbij halen. Het is alleen maar mooi dat daar jonge jongens bij komen. Kom op! Hansdorff! Hey! Knik hem binnen uit! En dan hebben we nog wat beelden. En dan gaan we door naar de piers. De backs komen wel. Sluiten wel af. Maar niet extreem dat ze iedere keer maar weer doorkomen. Snoepen! Of in het middenveld. Vanuit hier, door, door. Ja, Den, belden? Ja, dit is Salasiwa de Paaser. Zie je, hij kan ook gewoon terug boven zitten houden. Wil graag vooruit spelen. We leren middenvelders. 10. Zoeken weer van de spits. Middenveld keer ruimte krijgen om te spelen. Vandaar ook de juiste bezetting. Driehoeken maken. Nou, daarover nadenken. En dan over de manier van spelen. En dan komen we morgen om 16:45 bij elkaar. Oké, okay. Fijne middag. En dan voorop Anton. Voorop Anton? Ja. Oh. In de omschakeling. Stieren. Stieren. Omdat er daar veel ruimte ligt, nou, hij is bloedsnel. Wat denk jij? We gaan het gewoon zo doen, schuiven. Ik hoorde het in de bespreking op de dag zelf. Ja, kom maar vooruit! Het is wel anders, want ik stond nu opeens op kerels, echte kerels. En normaal sta je op leeftijdsgenoten. Ja, dan ben ik eerstejaars A-junior, maar dan verschilt het 1 jaar. En nu is het dan 10 jaar, zoiets, 5, 10 jaar. Anton Vaassen, die passeert Giel Kramer. En dan staat het 2-0. Ik had niet echt van tevoren bedacht van ik wil scoren of ik wil naar zitten. Ik wilde gewoon zo goed mogelijk die wedstrijd spelen en mezelf ja, in de kijker spelen. En dat is dus gelukt. Hij maakt zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Daniels met heel veel ruimte om een goede voorzet te geven. En dat doet hij richting, inderdaad, van Kippersluis. Druif, die staat hier vrij en ziet heel goed dat Jacobs ermee is gekomen. En Jamie Jacobs, die schiet hem vervolgens simpel binnen. Voor het doel een aantal spelers, maar Van Kippersluis doet het zelf. Daniels er nog, Olij tweede keer, Olij derde keer, Van Kippersluis, ja! De schietend, na 4 keer geopend. Hebben jullie wel dat je hier gewoon punten kan halen? Maar niet boos, slim. En dan gaat het flikken. Ik ben overtuigd. Come on, boys. 2-1, ook de ruststand. In de tweede helft voel je eigenlijk dat Cambuur het langzaam weer laat glippen. En Jong AZ profiteert daarvan. In ieder geval door een beter spelaandeel. En uiteindelijk ook door de 2-2.
En het is weer Jacobs. Cambuur won thuis dit seizoen nog niet van de jongploegen. Heeft het nu ook weer moeilijk. Moet echt wat gebeuren in de slotfase. Dat zou wellicht nu kunnen. Mathieu. En hij doet het voor Cambuur. Oké. Laatste training voor de Graafschap. En jongens, geloof me, als jullie 48 punten halen, pakken, in totaliteit, heb je het geweldig gedaan. Dan ben je fysiek beter geworden, mentaal beter. Je bent gewend aan het niveau Jupiler League. En daar doe je alleen maar weer je voordeel mee in het nieuwe seizoen. En het sentiment dat het mijn laatste wedstrijd is, jongens, interesseert me niet. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Oké, beginnen. Maar ik ben net zo blij als jullie vanavond winnen, hoor, jongens. En al die beelden. Uiteindelijk gaat het om winnen. En dit, ja, dit heb ik meegemaakt. En die pikken ze me niet meer af. Zet hem op, hè. Niet alleen voor mij, ook voor Danny, hè. Niet vergeten, Danny. Moet je me toch weer verrassen, hè. Hij zit vandaag dus voor het laatst op de bank bij Jong AZ tegen de Graafschap. Jong AZ thuis. En hier zijn de jongelingen in de aanval. En komt de bal zomaar voor de voeten van Mees Hoedemakers. Ja, je knipt het even met je ogen en het staat alweer gelijk. Vroeg in dit duel 1-1. De Zidane mislukt. Een vrije trap gegeven door Stan Teuben. Afspraken worden al gemaakt. Wie gaat hem nemen? Bukker in actie wellicht op deze inzet. Ingevallen. Heeft ruimte voor een voorzet. Daar is de controle bij Mees Kaandorp. En daar is de treffer. 2-2. Nog een laatste kans voor de Graafschap. Hier is het Anthony van de Hurk. Die legt een pan klaar. Maar Migenti Abena krijgt de bal wel tussen de palen. Maar die wordt weggetikt door Justin Bakker. En zo eindigt Jong AZ en de Graafschap in 2-2. Jong Ajax wint in 2-1 van MVV. Succes in de play-offs. Het eerste jaar Jupiler League is niet verkeerd, boys. Dat zijn eigenlijk maar 4 puntjes onder de 50 die we graag wilden halen. Het prachtige jaar met je gehad. Ik denk veel van deze jongens ook, als volgens niet bij je kijken. Wij vinden jou nummer 1. Nick gaat je het cadeau geven met nog een plaatje misschien bij. Veel mooie dingen we samen met hem hebben beleefd. Ik dank persoonlijk voor de steun die je mij altijd hebt gegeven en het geloof. En wij geven om je en we wensen je het beste. Onderlijn hart, nummer 1. Deze ga ik met trots ophangen. Ik ga het er nog niet.